Ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben hier vandaag niet alleen, maar ik ben samen met Roos. En wij gaan vandaag een hele leuke challenge doen. Wij gaan vandaag namelijk de Freak Shake Challenge doen. Mocht je nou niet weten wat het inhoudt, zie je hier even een plaatje in beeld. En dan snap je zeker weten beter wat we bedoelen. Je hebt het hoogwaarschijnlijk wel eens voorbij zien komen op Instagram of op een of ander foodblog. Want het is op dit moment heel erg trending. Je kan het dus zelf maken, maar je kan het tegenwoordig ook al bestellen bij verschillende restaurants. En ook inmiddels in Nederland, namelijk bij van die bakery restaurants in onder andere Amsterdam en Den Haag en allerlei plaatsen. Wij gaan het vandaag zelf maken en hoe we dit gaan doen en wat de challenge inhoudt, gaan we jullie nu vertellen. Zoals jullie zien hebben wij hier heel veel lekkere ingrediënten staan. En dit zijn allemaal zeker weten Freak Shake proef ingrediënten, want het is allemaal maar zo zoet als het kan. En er zit allemaal ongelooflijk veel suiker in, maar het is ook ongelooflijk lekker. Wat de challenge precies inhoudt, gaan we jullie nu even vertellen. We hebben hier een bakje met 20 kaartjes erin. En op alle 20 kaartjes staan verschillende soorten ingrediënten. Dus dat kan zijn een milkshake voor de basic, want er moet natuurlijk wel een shake in zitten. Slagroom, popcorn, roze koeken, snoep, donuts, echt van alles. En wij gaan dus om de beurt een kaartje trekken en we hebben maar liefst 10 rondes en dan moet onze freak shake, als het goed is, helemaal gevuld zijn. Oh my god. Wij hebben er heel veel zin in en daarom gaan we snel beginnen. Doe zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren. En let's get started! We gaan beginnen met ronde nummer 1. We gaan als eerst allebei een kaartje pakken en daarom staat ons eerste ingrediënt. Take one. Ik heb er eentje. Ik ook. Gaan we openmaken. Ik heb chocoladesaus. En ik heb milkshake. Weet je hoe goed begint dit? Dat is echt een goed begin. Ik heb milkshake. Ik ga het mooi om die rand doen. Zou ik aardbeien of vanille? Ik ga doe jij maar aardbeien. Ik hou niet van vanille. Of even van aardbeien. Ronde 1 is geklaard. En ik heb milkshake. Dit is best wel een slecht begin. Maar jij hebt echt een goed begin. Want ja, dit is super mooi. Je ziet gewoon helemaal die druppels naar beneden. Dan kan je vet mooi opvullen. Mijn wordt wel moeilijk nu, want ik heb natuurlijk nu geen bodem meer wat ik kan versieren. Dus het is echt zo van milkshake, hoi. We gaan gewoon verder naar ronde nummer 2. We mogen weer allebei een kaartje pakken, dus... Oh, dit zijn er meer. Ik heb ook eentje. Oh nee, ik heb gepofte rijst. Ik heb roze koeken. Nee! Dat is zo lekker. Dat is zo lekker. Maar ik haat wel moeder. Ik vind dit echt niet lekker gewoon. Ik vind dat ook niet lekker. Ik ga dus dit gewoon... Ik ben echt blij dat jij bent, maar het ziet er wel leuk uit. Ik dacht, jongens, kijk, ik heb gewoon een roze koek. Oh nee, nee, oh nee! Nee, dit is echt niet de bedoeling, gewoon. Ja, kijk, hier was ik zo bang voor en dan wordt hij super soppig. Oké, laat me dit fixen. Er moet eentje tussenin. Nee. Als brug. Jawel, als brug. Oh mijn god. Dit gaat echt niet goed. Ik zeg nog wat meer erin. Want... Ho, 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 ho! Ik heb een hele roze koek verzuipt. Ik denk geen zwemdiploma. Hele idee al. Ook ronde 2 is geklaard. En mijn roze koeken zijn helemaal in de milkshake gevallen. Maar is goed. Ik heb bij de zijkanten die roze koeken. Oh nee, alweer. Oh my god. Ik ga het even fixen en dan gaan we snel naar ronde 3. Wat heb jij gemaakt? Ik heb heel mooi die dingetje een beetje aan de rand. Eigenlijk ziet dat best wel leuk uit. En hier onderin heb ik ze zitten. Dus je kunt wel gewoon prima. We gaan maar door naar ronde nummer 3. Pak een papiertje, pak een papiertje. Ik heb donuts. Oh, ik heb M&M's, dat is ook leuk. Maar ik wil ook donuts. Ik vind donuts zo leuk. Echt. Oh. Ook ronde 3 is klaar. En ik heb gewoon echt heel veel M&M's erin gedaan. Want ik dacht, ik moet dit toch even redden. Het ziet er best wel beter uit. Dit is echt leuk zo. Ik heb donuts op de rand gedaan. Heel leuk. Dit ziet er eigenlijk best wel prettig uit. Tot nu toe vind ik mijn echt gewoon nog wel mooi. Maar ik denk straks dat als ik de milkshake erbij doe, dat die dingen helemaal naar boven gaan drijven. Ja. Maar we gaan door naar ronde nummer 4. We mogen weer een kaartje pakken. Yes. Ik heb er eentje. Ook. Ik heb marshmallows. Ik heb ook chocoladesaus. Yes. Dit is leuk. Marshmallows. Yes. Want die gaan, als je straks gluster erbij doet, dus milkshake, dan gaan ze ook gaan ze dik worden. Mochten jullie dit niet snappen, we hebben chocoladesaus en slagroom er 2 keer in gedaan om allebei de kans te krijgen om dat dus te hebben. Ik heb nu ook chocoladesaus, ik ben echt blij. Het is echt mooi. Maar dat is echt goed om aan die rand te doen. Ja, dat is gewoon mooi. Oké, ik ga een marshmallow zo. Dit gaat echt falen als ik met mijn hand zo. Ronde 4 is ook gefixt.
Bij mij is die gewoon eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde. Alleen mijn is echt veranderd. Ik vind het echt leuk. Ja. Die van jou is wel mooier geworden nu. Dus gewoon... Maar ik had wel gehoopt dat die chocoladesaus niet in de milkshake ging. Maar dus dat dit echt een laag bleef. Alleen ik had kunnen weten dat het niet ging gebeuren. Hè? We gaan er weer door naar ronde nummer 5. We pakken weer een papiertje. Ik heb echt het gevoel dat ik nu het slechts ga krijgen. Ik weet het niet. Ik heb slagroom! Ik heb brownies! Ik heb brownies! Oh nee! Hey, kijk, mijn slagroom, dat wil ik juist bovenop. Dat wil ik gewoon nog bewaren. Ja, dat is super mooi. Ja. Mijn free shake begint al aardige vulling te krijgen. Mijn nog niet, maar kijk, jouw slagroom gaat zo meteen inzakken. Oh ja. En dan krijg je echt zo'n druivelig melk bij. Maar in ieder geval, mijn ziet er nu wel pretty uit. Mijn is gewoon niet heel veel veranderd. Ik heb alleen twee. Je hebt wel echt lekkere dingen hoor. Donut, brownie. Ik heb natte roze koek ergens onderin. Dus word je ook een drijvend in de milkshake. We gaan snel door naar ronde nummer 6. Yes! Ja, ronde nummer 6. Ik heb twee. Oh. Ik heb milkshake. Ik heb popcorn. Yes, nu heb je ook milkshake. Dat vind ik echt leuk. Want nu kunnen we eindelijk zien of het gaat drijven. Ook deze ronde heeft er weer veel verandering plaatsgevonden, want ik heb er een extra laagje bij gekregen met popcorn. En jouw nog gaat nu ook wat voller worden. Ja, hij wordt wat hoger. Is mooi. Je hebt alleen nu wel een drijvend bed van marshmallows bovenop, maar hè, maakt niet uit. Dat maakt niet uit, we gaan snel door naar ronde nummer 7. Ronde nummer 7. Pak een kaartje. Oh. Ik heb spikkels. Ik heb milkshake. Ik zei het net nog. Ja. Dat ik zei, oh my god. Ik vind spikkels oprecht best wel jammer. Dat is veel mooier om er overheen te doen. Ja, dat zie je nu niet meer echt terug of zo. Nee. Nou, maakt niet uit. Mijn freakshake is een beetje aan het samenvoegen. Want de slagroom zie je nu niet meer goed. Doordat er dus milkshake bij is gekomen en dat echt in elkaar is gegaan of zo. Mijn daarentegen is best wel nog wel meer kleur. Hij is kleurrijk hoor, dat is leuk. Door die spikkels. Maar het moet wat meer opvulling krijgen. Ik wil nu gewoon dat hij hoger wordt. Tadaa. We gaan snel door naar ronde nummer 8. Want we hebben helemaal niet meer zoveel kaartjes. Dus het wordt spannend. Ja. Ronde nummer 8. Tekenkaartje. Ik heb Oreo's. Ik heb snoep. Ik heb Oreo's. Dat is ook leuk. Ja, maar Oreo's dat vind ik best wel leuk. Want dat is gewoon... Kan je het wel gewoon een beetje meer opvullen, ja, klopt, zeg maar. Maar snoepjes zijn ook leuk. We hebben nog 4 kaartjes. Wordt wel spannend. Want het ligt er nu maar net aan wat ik krijg. Want hij kan nog beter worden, maar hij kan ook echt verpest worden. Ja, mijne die... Kijk, ik vind het geen free shake als die niet nog meer opgevuld wordt. Nee, okay. Dan vind ik het gewoon niet leuk. Dus het moet echt... We gaan snel door naar ronde nummer 9 alweer. Yes. Let's go! Ronde nummer 9! Tadaa, I've got one. Oh my god, milkshake. Yes, ik ben zo blij. Ik heb slagroom, dus ik heb hier 2 keer slagroom. Nee. Ik kan het hier bovenop super mooi maken. Oh nee, dit is echt niet leuk. Yes, yes. Oké, we hadden dus 2 keer slagroom erin gedaan en ook 2 keer chocoladesaus, zodat we er allebei kans op konden maken. Maar dat betekent niet dat wanneer eentje 2 keer slagroom pakt of 2 keer chocoladesaus, dat niet mag. Dus ik heb lekker slagroom. Ronde 9 is ook klaar en mijn begint wel een soort van finishing touch te krijgen, voel ik nu met de slagroom. Mijn is eindelijk opgevuld, maar okay. Mijn hele laag is egaal geworden. Dat is wel echt heel jammer. Je ziet echt die disco dings helemaal onderin gewoon. Oh, dit is echt zo gaaf, kijk. Je ziet helemaal onderin, allemaal disco dip en zo. Hier, super cool. We gaan door naar de laatste ronde. We kunnen nu nog zure matten krijgen of paaseitjes. Welke wil jij paaseitjes? Ik wil paaseitjes echt hebben, want ik ook echt zo'n toren. Ook wel paaseitjes, maar ook wel zure mat. Zure mat is gewoon lekker. Ja. Oké, okay, nou we gaan door naar rond nummer 10. Ik heb zure matten. Ik heb paaseitjes, yes. Yes, yes, ook yes. Leuk. We zijn allebei blij tevreden. Oké, okay, top. Dit was gewoon weer de allerlaatste ronde van de challenge. En oh my god. Ik vind ze echt oprecht allebei wel mooi. Ja. Serieus. Dit zijn de freakshakes geworden. En mijn heeft onderaan een heel gaaf laagje gekregen door de M&M's. En bovenaan allemaal snoepjes. Superleuk. Mijn heeft meer een egale kleur hier onderaan. En dan bovenop een donut en paaseitjes. Echt mooi. We gaan dit gewoon proeven. Ik ben zo benieuwd. Rietje. Oh.
Oh, ik moet eerst door mijn hele laag heen. Ja, mij ook. Wow, ik raak hem. Eeuw, ik raak de roze koek aan. Ik raak hem gewoon niet door. Oh, wacht. Ja, oké, ik heb hem. Oké. Gaan we drinken? Oké. 3, 2, 1. Ik heb gewoon roze koek in mijn mond. Ik heb gewoon serieus gewoon een mix van heel veel smaken door elkaar. Ik ook, maar het is niet. Dit zijn dus onze free shakes geworden. En we hebben niet alleen die van onszelf geproefd, maar ook die van de ander. Wat vond jij van mij, hè? Ik vond jou wel lekker. Alleen, ja, zeg maar, als je bij jou een slok nam, had je echt die korreltjes roze koek in. Ik had dat ook. Ik nam eerst een slokje en ik dacht, wat is dat? Maar toen proefde ik en dacht, oh, het is roze koek. Yeah. En aan de ene kant vind ik dat heel erg raar. Maar het heeft wel iets speciaals, want het is natuurlijk een free shake, dus het moet wel een beetje gek zijn. Ja, het hoort er gewoon bij. En jou vond ik eerlijk gezegd wat basic. Het was gewoon meer vanille chocola of zo. Ja, dat is wel waar. Maar ik vond mij wel wat lekkerder, gewoon omdat die van jou zo korrel. Ja, oké. Okay. Ja. We moeten nu natuurlijk nog wel een winnaar kiezen. En dat gaan jullie doen door middel van te stemmen in de poll. Vinden jullie dat mijn free shake gewonnen heeft? Of de mijne? Laat het ons weten in de poll en dan kom ik vanzelf achter de winnaar. Dit was de video, vond je het leuk? Doe dus zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. Wil je vaker dit soort challenges? Laat het ons even weten in de reacties. En vond je dit nou leuk? Doe dan dus een duimpje omhoog. Wij willen jullie erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Wij gaan nog even genieten. Doei doei! Waarschijnlijk heeft de helft van jullie de video al weggeklikt, maar voor degene die nog kijkt. We hebben voor jullie nog een paar hele leuke bloopers, want deze video ging niet zonder lachen. Kijk maar even mee. Hoe moet ik dit doen dan? Oh, dit... Nee, dit gaat niet goed hoor. Waarom doet hij het nu niet? Hij doet het niet, hè? Deze hele slagroom doet het. Mm-mm. Hij doet het niet. Ja, mij nou, nee. Oh! Ook deze ronde is weer veel verandering plaats. Ronde nummer 9. Dit is niet 9. En hebben jullie andere ideeën? Laat het dan ook even weten. Video en vond je het leuk? Doe zeker weten een duimpje omhoog. Duimpje. What the fuck? Dit was een video. Vond je het leuk? Doe zeker weten een. Kijk, ik kan dit niet meer.